Beste mevrouw van Renswouden, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, verdere familie, luisteraars via de kerktelefoon. We zijn hier deze middag bij elkaar voor de rouwdienst die vooraf gaat aan de begrafenis van Jacob van Renswouden. Woensdag 26 oktober overleed hij in de leeftijd van 85 jaar. Deze dienst zal geleid worden door dominee Jonkind. Maar voordat hij het woord neemt, zal Jacob van Renswouden door de kinderen naar binnen worden begeleid. Mag ik u vragen, voor zover dit voor u mogelijk is, om op te staan van uw zitplaats. Dit, ons bescheiden kerkgebouw, is een bijzondere plaats. Dit is in onze lage polder het huis waar God woont in zijn woord en waar hij ook deze middag op ons heeft gewacht in ons verdriet. Dit is ook het huis waar u en uw man, mevrouw van Renswouden, reeds in de lente van het leven een thuis hebben gevonden, een bijna vanzelfsprekend thuis, en waar de kinderen werden gedoopt en waar God zijn goede woord tot ons spreekt. Mensenwoorden schieten per definitie tekort, maar het woord van God niet. Jacob van Renswouden wist dat en hij hield van dit huis. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u
ter ere hebt opgericht. Dat was zijn thuis. Dat was zijn streven. Zijn leven. Dat was zijn bestaan. In het onderhoud van de kerk en de grond eromheen heeft hij veel werk verricht. Met een zeldzame liefde was jullie vader dit huis toegewijd. Van wat hier gezegd wordt, moest hij het hebben. En wij moeten het er, of het beseffen of niet, ook van hebben. Daarom is ook deze middag onze hulp en enige verwachting. In de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Wij zingen Psalm 85, daarvan het vierde vers. Psalm 85, daarvan het vierde vers. Johan. Welkom allemaal. Geloof, hoop en liefde. Hoe toevallig ook eigenlijk, hoe mooi is het ook, dat ik zag net even bij de boven de deuren, aan de buitenkant, staat de oefenschool van geloof, hoop en liefde voor de christenen van Brandwijk. Hoe toevallig ook, maar de belangrijkste hiervan is liefde. Liefde papa. Woensdagochtend, het was nog vroeg,
Want die eerste zonnestralen verlichten de tuin. De plek waar de rust en stilte is. Maar vandaag is die stilte meer aanwezig dan ooit daarvoor. De tuin waar u zoveel liefde in heeft gestoken. De tuin waar u de laatste avond voor uw sterven nog alles klaar heeft gezet voor ons. Voor uw kinderen. Maar u, waar u misschien uw handen nog heeft gevouwen. Net als Jezus dat deed in de tuin van Gethsemane de avond voor hij stierf. Die schaapjes nog een keer eten heeft gegeven. Zoals Jezus dat altijd doet voor zijn schaapjes. En zelfs zijn leven toen heeft gegeven voor ons allemaal. De avond waar u nog één keer Psalm 23 wilde horen en wilde lezen samen met mama. Die mooie woorden waarin Jezus belooft, ik ben de goede herder. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtjes aan water en rust. Die avond dat papa wist dat Jezus hem zou halen en hem mee zou nemen naar de tuin van het paradijs. Waar het rustig, water rustig stroomt en waar altijd rust, vrede en liefde is. Lieve papa, lieve Jacob, wat een mooie toepasselijke naam. Jacob, die in de Bijbel strijdt en op het diepste punt in een worsteling alle vertrouwen neerlegt bij God. Zoals u vele jaren geleden gedaan heeft en heeft gevraagd om de Heilige Geest. En wat was uw geloof sterk? Die prachtige tekst van Psalm 85. Waarin God belooft aan Jacob dat hij alles naar goede zou keren. Dat God vergeeft en al onze zonden zal bedekken. Dit zijn de woorden die u altijd bij zijn gebleven. En dat zag en voelde iedereen. Sela, de woorden ontvangen en geef terug. Zijn dat de woorden geweest waarin u zo dankbaar bent voor het ontvangen? Dat u er alles aan wilde doen om de eer terug te geven aan God. Aan u zijn alle eer, aan lof en eer. Bij de geboorte heeft u zo duidelijk het verbond van Abraham ontvangen bij de doop. Waarin zo mooi naar voren komt, laat de kinderen tot mij komen. En de tafel van het heilige avondmaal werd in gereedheid gebracht. Maar de stoel bleef leeg. Tot een aantal jaar geleden, dat God u aan tafel riep en u durfde te belijden aan tafel te gaan. Om samen met Jezus het brood te eten en de wijn te drinken. Niet omdat u zonder zonde was, maar omdat u wist dat Jezus nodig had om de zonde te vergeven. Op de avond voor Jezus stierf, heeft hij het heilige avondmaal voor ons voor het eerst gevierd. Als gedachte aan de Heer Jezus hier op aarde. Papa, bij u heb ik zo mooi gemerkt en gevoeld dat u voor ons de tafel wilde klaarzetten. Door alles te regelen wat binnen uw macht was op de avond van uw overlijden. En dat heeft me zo diep geraakt. Laat nu alles voor u klaarstaan bij onze Heer hoog in de hemel. U weet dat God voor u zorgt als een schaapje zo teer en dat we alleen hoeven te zeggen. Heer, ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij. En als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Papa, bedankt voor het zorgen. Het gaat je goed, jongen. Sela, heren, aan u zijn alle lof en eer. Wij gaan samen bidden. Grote menslievende God en Heere, het is niet verdiend, maar het is goed
dat wij met onze vele gedachten van deze middag en van heel ons leven hier mogen zijn, hier in uw huis. Ook met onze dankbare gedachten, maar niet minder met ons verdriet. U heeft ons als echtgenoten en als kinderen en als kleinkinderen en als de gemeente al hier die naar Gods naam is genoemd, veel in deze man die nu is gestorven, gegeven. Hij stond niet groot met zichzelf. Wat dat betreft zouden we het vanmiddag maar niet te veel over hem moeten hebben. Hij stond niet groot met zichzelf, want dat doen uw kinderen niet. Maar uw trouw heeft hem ontroerd en van dag tot dag gedragen. U bent zijn vertrouwen en zijn sterkte geweest, zijn hoop en zijn kracht. En de Rode Zee waar hij doortrok en zijn woestijn. En zijn leven, het leven van mijn leven leeft, Christus leeft, ook als het moeilijk was onderweg. En het donker het licht temperde. Laat ook ons hier een thuis vinden in uw ontferming deze middag, want uw tere liefde voor verloren mensen is groot. U die de God van het voorgeslacht bent, zult ook de God van het nageslacht zijn. Want u bent zo trouw als sterk en zo krachtig als uw verbond. Wij smeken erom, wij vertrouwen erop. Wil ook vandaag en alle volgende dagen, nu er heel veel dingen zo anders zijn geworden, degene zijn die zijn woord niet breekt, maar die het bevestigt. En ziet, je had er niet op gerekend misschien, en ziet, ik ben met u, alle de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En ook alle de nachten, en wanneer ze soms lijken, en wanneer de dagen soms lijken op een donkere nacht. Ik ben met u. Wij hebben u niet iets aan te bieden dan alleen met twee lege handen en een leeg hart. Maar wij hopen en weten dat u ons niet teleurstelt. U die ons kent en u die ons ziet en die ons van onze vreugde en hoop weet en ook van onze verdriet en van onze wanhoop. Wij leven onder de wolk bij de dag en in het licht in de nacht. We hebben een gids en die gids is uw woord. En met die gids zijn er al miljoenen thuisgekomen in het land van de rust. En wij kunnen de reis ook wel meemaken. Maak ons trouw en sterk. Bemoedig ons in het geloof. Het geloof dat er altijd maar één ziet en die ene bent u. U bent onze Vader. U bent onze voortocht. U bent onze achterhoede. U bent de eerste en u bent de laatste. U bezet ons van achteren en van voren. Denk aan ons, nu onze man en vader en onze lieve opa en onze vertrouwde vriend niet meer bij ons is. Hij leeft nu bij u tot de grote dag waarop de glorie van uw kinderen heerlijk zal stralen en de wereld een lichte wereld van vrede en gerechtigheid is. Zegen onze verdrietige harten. Laat ook onze dankbaarheid voor uw aangezicht komen. Breng ons thuis door het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Onze roem en ons eeuwig behoud, onze enige troost, beide in leven en sterven. Onze moed wanneer we alleen zijn en de gebrokenheid ons bang maakt. Houd ons vast, Heere. Ons, onze kinderen en kindskinderen en hun kinderen weer. Voer ons tot de lichte mooie wereld die uw koninkrijk is. Amen. We lezen uit de Filippenzenbrief, hoofdstuk 3, vers 1 tot 16. Filippenzen 3.
Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, uit wat de wet betreft een Farizeeër. Wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dit heb ik om Christus willen als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heere, om wie ik dit alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag gewinnen en in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding der doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook van Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende wat achter is mij, uitstrekkende naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dit zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Wij zingen Psalm 25, het tweede vers. Heer, ij maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Thank you.
Wij staan stil deze middag samen bij Filippenzen 3, vers 12 tot 14. Wij lezen dat nog een keer, Filippenzen 3, vers 12 tot 14. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Lieve familie, u heeft een bijzondere man en een in het oog springende vader gehad. En een bijzondere opa. En hij was voor velen van ons een vriend. Niet omdat hij erop uit was om te schitteren en om op te vallen, maar omdat hij een ruim hart had en omdat hij Christus, Jezus, lief had. Een van de kostbare mensen die ik in mijn leven ontmoet heb. Een van de pareltjes van Brandwijk in mijn diensttijd al hier. Maar hij wist, het was hem op het hart gebonden, dat hij nog maar kort op deze aarde zou verkeren. Hij zei een paar zondagen terug, hoe lang zal ik nog leven? Zijn kracht raakte op. Hij was bijna aan de grens van het nieuwe lichte land van God gekomen. Hij hield, net als ik, veel van dominee Arie den Hartog, die in de oorlog in Langerak stond, waar Jacob van Rijnswoude was geboren. Dominee den Hartog zei soms in zijn preek of in zijn gebed dit versje op: hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, waar het heil van mijn koning mij wacht na den krijg. Het was bijna zover. Ernstig nam uw vader dit op. Maar niet somber en niet zonder hoop. U, zijn vrouw en kinderen bemoedigde hij met te zeggen: daar wordt voor jullie gezorgd, ook als ik er zo meteen niet meer ben. Dat is voor u en voor jullie als zijn 9 kinderen en 21 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen zelfs in de lichte en de donkere ogenblikken een bijzondere troost. Een mooi woord. Maar het ging niet meer. Hij was er inmiddels gevaarlijk aan toe. Na het hartinfarct van meer dan 3 jaar geleden kreeg hij nog wat goede tijd van leven. Extra tijd. Genadetijd noemen we dat. Alhoewel al onze tijd daaronder valt. Soms stonden ook voor het infarct al, daar was het dus niet zo zonder meer aan toe te schrijven, wel eens tranen in zijn ogen van ontroering om de liefde van Christus, die hem met een eeuwige liefde lief had. Zijn hart was altijd bij God en zijn kerk. Hij droeg de gemeente en de kerk ook in alle dingen waarbij hij zijn vraagtekens had, met liefde. Want de kerk, hoe vervallen dikwijls, is nochtans de bruid. Ja, hij droeg de kerk in 100 dingen. Met het terrein van de kerk, hier rondom de kerk en de pastorie bij te houden en met de ontelbare uren in het ophalen en sorteren van de oude metalen.
Nou, vooral al kon je dat minder zien, in zijn dood te proberen te dringen in de diepte van de geheimen van God, in zijn woord en geheimenissen te overwegen. Hij had een goed geestelijk onderscheidingsvermogen. Het huis van God was hem lief. Hij hield bijvoorbeeld ook van het zingen met de bovenstem. En de avonden die in dit kader in de omgeving werden gegeven, zocht hij nogal eens op. Dat was dus ook kerkgebonden, in zijn vrije tijd zelfs. Maar hij kon ook genieten van wat wereldse aangelegenheden, als bijvoorbeeld een vliegshow van de luchtmacht. Dat ging hij dan met jullie jongens, dacht ik, begrepen te hebben naartoe. Want het natuurlijke en het geestelijke hadden allebei hun betekenis voor hem. Ook in de natuurlijke dingen was God altijd dichtbij. Het was bij het minder sterk geworden te zijn in de laatste jaren hem tot blijdschap dat hij met Tine Spruitenburg, hij zit hier ook in ons midden, toch nog bij het liefdeswerk in het oud metaal betrokken mocht zijn. Allemaal pro deo en gewoon voor de kerk. U houdt ons, zei ik wel eens tegen hem, uit de rode cijfers. Hij is één dag voor zijn dood aan Tinus de sleutels komen brengen om te zeggen, nu moet jij het alleen doen. Ik vrees, Tinus, dat dat nu voor jou een stuk moeilijker wordt. Kijk maar, zeggen wij heel nuchter, wat wijs hierin is. In het ouderlijk huis van Rijswoude in Langerak lag het ingewikkelder dan dat ik wist. Vader was niet godsdienstig, terwijl moeder dat veel meer was. Wij schrijven de allang gestorven vader niet af. Daar gaan wij niet over. Maar we zijn wel dankbaar dat de weg van deze zoon van hem de meer kerkelijke weg is geworden. Mevrouw van Rijswoude, u hielp elkaar als jonge mensen al in de lente van uw leven de kerkelijke weg te volgen. U had dat geleerd van huis uit. U was vergroeid met elkaar. En het kerkelijke lag er niet dik bovenop, tot ergernis van andere mensen die zich dan buitengesloten weten. Terecht. Maar het was er altijd. Zonder erg. Het troost u dat u het laatste, mag ik het zo zeggen, getop en zijn zoekende beweging vlak voor zijn sterven die morgen bewust meegemaakt hebt. Zijn laatste gang en beweging. En toen was het zover. Als God roept, moet de man er zijn, zeiden ze vroeger. Van Rijswoude was een kindervriend. Vriend van zijn eigen kinderen natuurlijk, maar ook vriend van andere kinderen, alle kinderen misschien wel, zelfs met mijn kinderen en door het werk in de pastorietuin trok hij als een vaderlijke vriend op. Ze hebben veel van hem geleerd. En dan gaf hij ze wel eens, terwijl het voor hem zelf toch ook maar in dienst zijnde bij de kerk. Liefdewerk was, dan gaf hij ze wel eens een ijsje, dat moet u niet doen, zei ik dan, want u doet al zoveel voor de kerk. Maar dat was maar een zwak verweer van mijn kant en daar luisterde hij niet naar. Hij dacht aan al zijn kinderen. Met jullie van wie de weg ingewikkelder was dan die van de anderen, was die het meest in de weer. Hij had het over jullie, hij had over jullie meer zorgen, maar hij
viel er geen van jullie ooit af. Jullie waren allemaal dezelfde vorm. Ook als je letterlijk of figuurlijk ver weg was, was hij dichtbij je. Iets van de hemelse vader en diens liefde, mag ik zonder overdrijving zeggen, drukte hij daarin uit. Jullie wisten dit. Dat was mooi. Een van jullie heeft het me woensdag verteld. Ik zou nog veel meer kunnen zeggen. Wij begrepen elkaar met een half woord. Lange jaren heeft hij veel voor ons betekend. De steun van de knecht. Maar we gaan nu luisteren naar hoe in zijn woord de Hoge God tot ons spreekt. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus ook gegrepen ben. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel tot de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Ik zeg het expres in de oude gebeeldhouwde taal. Het beeld dat hier gebruikt wordt voor het geloof en wat dat is en hoe wij daarin volharden, is het beeld van iemand die de marathon loopt. Dat komt recht uit Paulus' wereld. Al heb ik de indruk dat hij er zelf nooit zo ver in meegegaan is. Man van wetenschap en geleerdheid als hij altijd was. Dat beeld gebruikt hij. Hij heeft het in dat beeld ook over zichzelf, maar hij verbreedt het. Heel de gemeente ziet hij als bestaande uit mensen die de loopbaan lopen. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Dat beeld verwacht je in de kerk niet direct. In de kerk ben je toch voor je rust. En daarna jagen. Het geloof is toch niet dat je het misschien redt. Of zelfs dat het een dubbeltje op zijn kant is. Het geloof is toch dat je je van je redding verzekerd weet, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Dat mag toch het uitgangspunt zijn. Geloof is toch niet dat jij het moet zien te redden, maar dat Christus je redt. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Daar gaat de apostel inderdaad wel van uit. Wij zijn dan gegrepen door Christus, maar dan grijpen wij de vervolg zelf ook na. Want geloven is niet een stilstaand water. Wij dat door Christus gegrepen zijn van Paulus, moet u denken aan wat er bij Damascus met hem was gebeurd. Paulus was een jager die op de christen geworden mensen jaagde. Een voorvechter van de ouderlijke godsdienst van oude godsdienst van Israël. Diverse razzia's had hij georganiseerd. Hij ging daar ver in, omdat hij dacht daar goed aan te doen. En hij had gehoord dat er in Damascus ook discipelen zijn van Jezus, afvalligen in zijn ogen van de voorvaderlijke godsdienst. Scheurmakers vond Paulus ze. Blind was hij voor de heerlijkheid van Christus. En hij had er geen idee van dat alleen het bloed van Christus ons maar reinigt van alle zonden. Paulus meende het grootste gelijk van de wereld te hebben.
Maar in het licht van het offer van Christus en van Pasen, toen het bleek dat God zijn gekruisigde zoon in ere herstelde en hem gelijk gaf, ging hij dwars tegen God in. En God greep hem in de kraag. God die hem van zijn hoge paard dwong af te stappen. Hij hield zelf de stijgbeugel vast. En tot wie hij toen hij blind en bevend op de straat lag, heeft gesproken. Heere, wie bent u? Net alsof hij dat nog niet wist. En vervolgens, Heere, wat wilt ge dat ik doen zou? Dat was ook wel weer wat doen, maar heel anders dan eerst. Dat eerste doen was het doen om de zaligheid ermee te winnen. Maar dit is het doen van het volgen van Christus die jou vrijgekocht heeft. Zolang wij ons niet gewonnen geven aan Christus, als een schuldenaar en een zondaar die de dood heeft verdiend, zijn wij ook als ernstige en nette mensen vijanden van Christus. Streng klonk het ook wel, maar ook eindeloos barmhartig. Saul, Saul. Waarom? Wat een groot wonder. Paulus stort ter aarde, als dat licht hem omschijnt en hij Christus stem hoort. Maar hij wordt wel gespaard. Jezus is zo genadig. Paulus vergeet dit nooit meer. Gegrepen wordt de apostel Paulus om te worden gered. Ook voor mij, de grootste van de zondaars, is hij genadig geweest. Dat schrijft hij later, als je erop terugziet. De wolf wordt een lam, de vervolger wordt een discipel. Gegrepen. Gegrepen als uit het vuur. De vlammen zijn een waardevol iets reeds genaderd. Het is een beeld bij een van de profeten. Maar je grijpt het nog gauw. Het wordt als een vuurbrand gerukt uit het vuur. Het is een bevindelijke term geworden. Voor het leven van Gods kinderen. En voor het wonder van hun leven. Zo grijpt Jezus een zondaar om hem te behouden. Behouden voor tijd en eeuwigheid. Zo ben je geborgen. In de greep van Christus. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Nu moet u niet een verkeerde kant hiermee opgaan. Het is niet verstandig om te verlangen naar een bekering als die van de apostel Paulus. Want dan zou je als een brok graniet door de bliksem worden gekliefd en gespleten. Maar dit is in de bekering van Paulus en van ons wel hetzelfde, altijd hetzelfde. Dat wij als een zondaar worden gered. De wolf wordt een lam, de vijand een vriend. Dat gegrepen is een aansprekend woord. Wij kennen het in die betekenis ook nog. Het betekent namelijk ook, je bent door Christus je nieuwe meester gefascineerd en geboeid. Je bent door hem gegrepen. Vergelijk het maar met een sportman of een wetenschapper. Altijd zijn ze met hun sport of met hun bezigheid of met hun wetenschap in de weer. Helemaal gaan zij daarin op. Sedert dat Jezus hem gegrepen had op de weg naar Damascus,
was hij helemaal gefascineerd door Christus. Christus die ons leven is, zegt hij als tersloops ergens in zijn brieven. Allemaal zijn we wel eens door iets of door iemand gegrepen. In je tienerjaren ben je soms ergens helemaal vol van. En een levend lidmaat van de kerk, zal ik u zeggen, is gegrepen door de Heere Jezus Christus. Nee, daar komen de Vader en de Heilige Geest niets in tekort. In God bestaat er geen concurrentie. Door Jezus Christus kennen wij de Vader. En we krijgen deel aan Christus door de Heilige Geest. Nu kijken we nog weer even naar de marathon die ons hier voorgesteld wordt. Wij vinden dat altijd nog vreemd. Paulus zeggen wij, jij bent er toch al, jij hebt het einddoel toch al bereikt. De overwinning van de Heer Jezus is toch al jouw deel. Jij behoeft je toch niet druk meer te maken. Maar stil, dat is dat gearriveerde, dat spanningsloze. Dat is dat foute van ik neem er mijn gemak van en met mij komt het wel in orde. Dan ben je binnen net zoals de hooibouw binnen is in augustus. Dan ga je op de oude voet verder. Dan zit er geen leven meer in. Wel lawaai misschien en veel herrie en praatjes, maar geen leven. Paulus kwam dat in de gemeente veel tegen, maar dat begrijpt hij niet. Ik heb het nog niet te pakken, zegt hij. Hij is er nog niet klaar mee. Hij is nog niet bij zijn doel. Zo zeggen jullie vader dat ook. Het is echt een tekst voor de tuinman, dacht ik, al lezend in de Bijbel. Mijn tijd is nog een strijd. Ik ben er nog niet. Maar wat is Paulus' doel dan? Dat is dat volmaakt zijn waarover hij het in vers 8 tot 11 heeft. Dat hij puntig onder woorden brengt als ik wil maar één ding, Christus kennen, als ik hem maar kennen, hem de mijne weet. Al het verdere zet ik voor hem aan de kant, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. Want gegrepen is hij door Christus. Hij is door hem geboeid en gefascineerd. Er is er niet één zoals hij. Ja, maar Paulus kende Jezus toch al? Had hij niet een diep inzicht in het werk van Christus? Rijke brieven schreef hij daarover, zodat wij dat niet aan tippen kunnen. Lang zo'n grote kennis hebben wij niet van Christus als Paulus had. Maar Paulus zegt, ik ben daar ook steeds nog mee bezig om het mijn eigen te maken, om in alles in zijn geest te leven, want dan ken je Christus pas goed. Jezus vergeeft ons niet alleen onze zonden, maar hij vernieuwt ook ons leven. Altijd sleutelt hij nog aan ons. Kinderen van God maakt hij van zondaars. Dat is de verlossing. Dat wij gave mensen worden. En dan zijn we altijd nog maar een zondaar. Maar wel een geredde zondaar. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. De oude strijd en de oude schuld. En de oude pijn zijn voorbij. Ja, maar altijd is er nog zoveel, zeggen we dan weer, van het oude in mij. Dat zal waar zijn. En toch is het voorbij. Jezus is de man van het kruis die dat zeggen mag zonder te spotten. Het oude is voorbij gegaan. Net alsof hij zegt, ik zie het niet meer. En het telt niet meer. Daarom is het voorbij. En vervuld. En volbracht. Als u gelooft, doet u dat niet met Jezus achter de hand. Of met Jezus om met hem in de hemel te komen. Maar als je gelooft, is dat om God te dienen.
En om nu ook al te ademen in Gods grote, mooie, nieuwe wereld. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Is dat ook ons leven? Jezus heeft de zonde en de kwade machten overwonnen. En in ons zal Jezus het ook winnen. Overwinnen. Alles wat niet bij een kind van God hoort. Dat hoopt Paulus te pakken te krijgen. Dat is ook onze roeping. Wat de Heer Jezus in de bergrede zegt. Gij dan, wees gij dan volmaakt. Daar bedoelt hij niet mee een mens zonder zonde. Dat zijn we niet en dat worden we niet. Maar daar bedoelt hij een mens uit één stuk mee. Een mens voor wie alleen die ene, Jezus Christus, het is. Dat is ook dat Christus gelijkvormig te zijn. Dat is ook dat een kind van God te zijn en van Christus te zijn. En dat is ook dat in leven en sterven voor zijn rekening te komen. Dat is niet verzoenlijk genoeg voor de buren te zijn. Dat is hem toe te behoren. En dan ben je Christus gelijk. Dan krijg je last van je zonde. Dat kan niet anders. Dat je verdriet hebt om hoe onvolmaakt dat je bent. Maar dan ben je ook toegewijd aan God en je arme medemensen. En je bent bereid de minste te zijn. Dat is dat Christus gelijke leven. Dat doe je niet. Dat krijg je. Dan is hij je alles. Waar spiegelen wij ons leven aan? Wat zijn onze rolmodellen? Naar ik hoop zijn dit niet allerlei geweldig in het oog springende mensen. Zelfs niet je bijzondere vader, al wees die jullie met liefde op God. Maar dat is de Heer Jezus Christus die de meeste was en die de minste is geworden. Dan zijn wij de bezitters van een onmetelijke schat. We komen er wel, omdat hij ons met een eeuwige liefde lief heeft. Maar we zijn, al zijn we een verloste zondaar, toch nog een zondaar. Daarom hebben we het al. Maar we jagen er altijd nog naar. Als een hardloper zegt, de finish haal ik toch niet, komt hij er niet. Dat is een gevaar ook voor de gearriveerde christen. Paulus schudt ons wakker. Hij stimuleert ons om het hem ook aan die heilige topsport te doen. Velen in onze angstige laatste dagen lopen er geestelijk genomen wonderlijkerwijs de kantjes vanaf. Dat is misschien ook met ons wel zo. Maar je moet, wij zijn zo moe en verwend. Maar je moet de race niet opgeven en het in de wedstrijd niet laten zitten. Bij de meester blijven. Hij laat halverwege niet verongelukken wat hij voor zo'n dure prijs heeft gekocht. En u en ik zijn ook geroepen. En dan moet u niet zeggen, God, heeft u mij wel geroepen? Als een bliksem ketst dit op je af. Heb ik je niet geroepen? Zou God zeggen, heb ik het niet ernstig met je gemeend? Jullie vader ging wel eens door diepe dalen. Maar hij wist dat God niet ons bedriegt. Vertrouw op je Heere. Kijk niet steeds achterom naar je zonde. Dat werkt verlammend. En dan kom je niet aan de eindstreep. Laat je niet inpakken door de mensen. Maar laat je wel grijpen. Niet ten dode, maar ten leven. Door hem die ons voorgegaan is. Heb Christus lief en heb elkaar lief. Vader heeft er jullie met nadruk, jongens en meisjes, nog toegeroepen, opgeroepen. Het is het grootste verdriet van vaders en moeders als hun kinderen niet veel van elkaar houden. Veel liefde ging verloren in de wind. En wat de wind wil, zullen wij nooit weten. Daarom, voor wij elkander weer vergeten, laten wij zacht zijn voor elkaar, kind. Dan hebben wij veel strijd onderweg, maar het eindigt in de vrede van Psalm. Waar Psalm 23 van spreekt, die psalm die uw man nog graag gelezen wilde hebben. Toen hij wist te gaan sterven buiten de orde, dat keer van het dagboekje om,
Psalm 23. Hij voert mij zachtjes naar zeer stille wateren. Dat is als de tijd en de strijd zullen voorbij zijn gegaan. Amen. Wij zingen Psalm 23, vers 1 en 3. Thank you.
Wij bidden samen. Dank u God omdat u ons de weg wijst, die de weg van de vrede is en van de genade en de weg van ons eeuwig behoud. We danken u Christus omdat u tot zonde voor ons bent geworden en de zonde zelf bent geworden onder het kruis en dat wij nu met u leven mogen. In deze tijd, als we geloven, nog wel dicht bij het kruis en als mensen die lijden met Christus, maar aan de andere kant van de tijd in de glorie, als we geloven in het licht van de heerlijkheid dicht bij de troon, trek met ons over de hoogten en door de diepten. Breng in uw vrede ons thuis. Wees nu onze goedwillende vader is weggevallen, de man van de weduwen en de vader van de wezen. Wil onze redder en wil ook onze raadgever zijn, onze hulp en sterkte. En laat uw naam ons gerust mogen stellen, want uw naam is, ik ben erbij zoals ik erbij ben. En gehoudt getrouw uw woord. Christus wil voor ons het leven zijn. Het leven dat niet sterft. Laat ons goed zijn voor elkaar. Voor moeder en voor elkaar als zusters en broers. Elkaar nooit vergeten en laat er geen achterblijven van ons. Laat ons thuis nu alleen nog maar met moeder en werkelijk thuis voor ons blijven. Denk aan de verdere familie. De ene zuster die er nog over is. En de schoonzusters en de schoonbroers die nog leven van dit geslacht, van deze generatie. Denk aan de verdere familie. En aan de gemeente aan deze plaats. Het ene geslacht gaat en het andere komt. Er komt ook weer een nieuwe dominee straks. Onze broeder van Renswouder heeft er hartelijk en biddende in meegeleefd en het gehoopt dat de dominee over zou komen, letterlijk van de overkant zou komen. En speksnijder is het die de nieuwe knecht hier hoopt te worden. Hij was er verheugd over. Over ook dit. Ons geringe volk. Blijft u waken. Het volk waar onze vriend veel zorg over had. Maar waar hij ook zoveel liefde voor had. En in het een zowel als in het ander hebben wij elkaar diep begrepen. Want u laat niet varen. De werken van uw handen. U kent alle namen van de rouwkaart. En de levens die bij die namen behoren. En geschrijft uw eigen naam wijd en hoog uit. In deze wereld en ook aan deze plaats nog, u weet, onze levens, alle vrolijke en dankbare dingen, maar ook alle onoplosbare en pijnlijke dingen. Zegt u niet tegen uw knechten, troost, troost mijn volk, en wanneer ge zult gaan door het water, want wij moeten door de Rode Zee heen, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Amen. Wij zingen en wij doen dit staande voor zover mogelijk. Psalm 89, het zevende en het achtste vers. Psalm 89, het zevende en het achtste vers. Thank you.
Wij bidden samen om de zegen van God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen. Gaat u zitten. We zijn nu aan het einde gekomen van deze rouwdienst en zullen deze plechtigheid voortzetten en afsluiten op de begraafplaats. Jacob van Renswoude zal door de kinderen naar buiten worden begeleid. Het gezin zal direct aansluiten. Daarna kunt u op mijn teken op eigen gelegenheid naar de begraafplaats gaan. Ik wil de kinderen vragen plaats te nemen naast de kist en ik wil u vragen, voor zover dit voor u mogelijk is, om op te staan van de zitplaats.